Jump off Longines Grand Prix Port of Rotterdam 2017. And they're the first rider, the winner of the last year, representing Portugal with Fit for Fun. Ladies and gentlemen, dames en heren, warm applaus voor Luciana Diniz. En we gaan beginnen met de ontknoping van de Grote Prijs van Rotterdam 2017. En we beginnen met zeker niet de minste van de 8 combinaties. Namelijk de winnares van precies een jaar geleden. Met ook haar winnende paard van vorig jaar. Luciana Diniz met Fit for Fun. Fit for Fun, de 13-jarige wondermerrie van For Pleasure. Een van de beste paarden die we hier in Rotterdam hebben mogen aanschouwen vandaag. En dat was vorig jaar ook al het geval. Toen won ze. Maar nu als eerste van start met nog 7 topcombinaties achter haar. Het zal niet meevallen, maar ze zal er alles aan doen. Daar 8 lossprong in de eerste lijn. Niet al te groot, maar wel veel galop. Deze Fit for Fun. En heel wendbaar. Naar de Deloitte Oxer. Gaat allemaal nog goed. Naar hindernis 16 terugdraaien. Negen naar de laatste. En foutloos 42-02. Topbarrage van Luciana Diniz, de winnares dus van vorig jaar. Ja, een jaar na haar overwinning staat ze er dus weer. 42-02, de nieuw te kloppen tijd met nog 7 combinaties te gaan. Waaronder dus deze Spanjaard Eduardo Alvarez Aznar. In vorm was hij afgelopen vrijdag al dubbel foutloos in de landenwedstrijd met deze Rockefeller. De Pleville Bois Margaux. Ook 8 galopsprongen in de eerste lijn. Lijkt niet ver van de tijd van Luciana af te zitten. Ja. 42-02. En tweede plaats, 42-79. Miste net iets te snelheid misschien in de wendingen die Fit for Fun en Luciana Diniz wel voor elkaar kregen. Maar toch, na hun dubbel foutloze resultaat afgelopen vrijdag in de landenwedstrijd, weer dubbel foutloos. Eduardo Alvarez Aznar en Rockefeller de Pleville. De te kloppen tijd staat dus op 42-02. En deze man won afgelopen zondag de 5-sterren Grand Prix van Treffen. Moest die overwinning delen met Steve Kerda. Maar die is er nu in de barrage niet bij. En dan mag hij het gaan proberen. Martin Fuchs en Clooney van Cornet Obolensky.
Ja. Hij doet de 7. Bij Luciana en Fit for Fun leken die 7 er ook al in te zitten. En daarmee neemt hij risico, maar dat gaat natuurlijk, dat ging dus goed. Moet wat proberen om hier de Grand Prix te winnen. Martin Fuchs en Clooney goed onderweg. Met de laatste lijn nog te gaan. Wordt het een tweede overwinning in 1 week tijd. Blijft 0. En nee, niet sneller. Net niet sneller. 42-26. De leiding blijft in handen van Luciana Dinis. En Fit for Fun, de winnares van vorig jaar. Ook op dit moment nog op 1. Met nog 5 combinaties te gaan. Martin Fuchs, 42-26. Tweede plaats. De te kloppen tijd, 42-02. 24 van Hongkong, Luciana Dinis. Gaan we alweer naar de vierde deelnemer in de Winterpath. De Volkswagen van Winterpath representing Arne Kien van Kammer en Good Luck Kabar. Kino Connor won in Sopot de 5-sterren Grand Prix met deze Good Luck. Good luck van Canturo Maal Volterre. Zijn imponerende topper van de afgelopen jaren. En Kien is in vorm. Ja, krijgt dat ook voor elkaar. Hetzelfde als Martin Fuchs. ...42.02, de tijd van Luciana die hier heel kort draaide met haar Fit for Fun. Met de laatste lijn nog te gaan. Lijkt op schema te liggen, gaat hij het redden. 42.02, Kian O'Connor. En, jawel. Hij gaat aan de leiding voor Ierland. 40.46, anderhalve seconde sneller. En hij is er blij mee, Kian O'Connor. Wat een concours heeft hij hier in Rotterdam. En hij gaat op 1, die top jockey uit Ierland. Kian O'Connor, good luck, 40.46. Maar nog 4 cracks te gaan. Maar heel overtuigend gereden. 40-26. Anderhalve seconde sneller dan Luciana Dinis. Nummer 2 op dit moment. Aan de leiding dus Kian O'Connor. Nu de man die het zilver won in Rio. Met deze all-in afgelopen vrijdag zorgde hij voor de overwinning van de Zweedse equipe in de landenwedstrijd. Met deze H&M all-in. Net weer terug op het absolute topniveau. Deze zoon van Kashmir van het Schuttershof, Maal Andiamo. Ongekend veel kwaliteit. Enige paard zonder balken in Rio. Zilver daar. En ik denk deze hele week hier ook nog geen fout gemaakt. En dat lijkt hij ook niet te willen doen. Heel veel risico genomen daar. 40.46. Peter Frederiksson. En jawel. Aan de leiding. Peter Frederiksson. 40.15. Fractie sneller dan Kian O'Connor. Deze Zweed. Is dit de winnaar? Of pakt een van de nog 3 deelnemers hem de overwinning nog af? Heel veel sneller dan dit kan het haast niet. Peter Frederiksson, H&M All-In, aan de leiding 40.15.
Dara Kenny, Mark Houtsager en Harry Smolders. Wat hopen we op een Nederlandse overwinning voor het eerst sinds 2012. Maar het zal niet makkelijk worden. Peder Frederiksson heeft alles uit de kast getrokken met zijn zilver Olympiër all-in. En nog drie te gaan dus. 40.15, de te kloppen tijd. Nu de Ier Dara Kenny. Zelf heel snel. Rijdt hier met Charlie Chaplin van Harley Malbeurgraaf. Paard met veel vermogen. Sprong fantastisch, zowel in de landwedstrijd als nu weer in de eerste ronde. Maar is die snel genoeg om all-in te kunnen kloppen? Daar één glas Sommeer in de eerste lijn. Dara Kenny, Charlie Chaplin. 40.15. Alles moet kloppen, wil die dat verbeteren. Maar hij lijkt wel heel dicht in de buurt te gaan komen. Dara Kenny, Charlie Chaplin. De laatste nog te gaan en oh, snel genoeg, maar de fout. En dan 39.43, ruim een halve seconde sneller dan Peder Frederiksson en all-in. Het kan dus wel, maar 4 strafpunten voor de Ier. Dara Kenny, daar waalt hij van. Het paard fantastisch gesprongen hier. Maar de leiding blijft in handen van Peder Frederiksson. Nog 2 te gaan, 2 Nederlanders. Zal het weer na 5 jaar een Nederlandse overwinning gaan worden? De laatste winnaar van de Grote Prijs van Rotterdam voor Nederland was Mark Houtsager. En hier rijdt hij binnen met Sterros Calimero. Sterros Calimero, de Nederlands kampioen. ...40.15, de te kloppen tijd. Dara Kenny liet zien dat het kon. Calimero springt werelds. Spanning is te snijden hier. Heel veel risico moet hij nemen in dit laatste stuk. Oeh. 49.15. Mark Houtsager. Oeh, redt hij het? Oh, nee. Nee. 40.59. Heeft het geprobeerd, maar het wordt een derde plaats voorlopig voor Mark Houtsager, Sterros Calimero. Wat een paard, wat een combinatie. Hier toch maar weer eens lieten zien tot de absolute top te behoren. Maar de zege ligt voorlopig nog bij Zweden. Zweden die hier ook vrijdag dus de landenwedstrijd wonnen. Winnen ze alles hier in Rotterdam. Met nu de Grand Prix overwinning in handen van Peder Frederiksson. Met alleen Harry Smolders nog te gaan. Harry Smolders vorig jaar derde met Emerald. Een van de zijn zeer snelle paarden. En hier zijn andere topper Don. Don VHPZ, waarmee hij toch ook al veel gewonnen heeft.
Maar gaat hij hier dan sneller zijn dan All In en Peder Frederiksson? Dubbel nul in de landenwedstrijd. Net zeer overtuigend. Maar wil hij hier winnen, dan moet hij alles uit de kast gaan trekken met Don om All In te verslaan. Harry, een van de snelste ruiters. Vorig jaar dus derde met Emerald. En dan moet hij nu heel veel gas gaan geven. Ik denk dat het niet mee gaat vallen. Nee, hij redt het niet. Helaas. Wel zeer overtuigend gesprongen. 42-22. Een vijfde plaats is er voor Harry Smolders met Don VHPZ. Maar de winnaar komt uit Zweden. Peder Frederiksson met zijn zilveren Olympier H&M All-In. Weer net terug op topniveau. En pakt hier de overwinning in de Longines Grand Prix van Rotterdam. De Ier Kian O'Connor met good luck op een tweede plaats. En de beste Nederlander Mark Houtsager met Sterros Calimero op plaats 3. Gevolgd door Luciana Diniz en Harry Smolders. Een geweldige grote prijs hebben we mogen zien. Helaas geen Nederlandse overwinning, maar de overwinning naar Zweden. Peder Frederiksson, bedankt voor het kijken. En ik hoop dat u ook genoten heeft van de Grand Prix van Rotterdam. Luciana Diniz vierde. Vijfde prijs voor Harry Smolders. Zesde voor Martin Fuchs. Eduardo Alvarez Aznar zevende. En Derek Kenny at place number 8.